Yo allemaal, voordat we de video gaan beginnen heb ik een hele leuke mededeling. We hebben namelijk weer Paardenpraat Live. 3 juli gaan wij 2 hele gave shows geven. En wil je daar nou bij zijn en wil je Esra en mij ontmoeten? Wil je met ons op de foto? Wil je de paarden in het echt ontmoeten? Kom dan naar Paardenpraat Live. Kijk hieronder in de beschrijving. Daar gooien we een link neer waar je je kaartje kunt bestellen. Maar wees er heel snel bij, want uitverkocht is uitverkocht. Wij hopen jullie heel graag daar te zien. Tot Paardenpraat Live. Doei! Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Zoals jullie allemaal gezien hebben, zijn de paarden verhuisd en ben ik ook verhuisd. En ik ga vandaag een dagje filmen op de nieuwe stal. Wil je dat zien? Blijf kijken! Ik ben net wakker en ik zit eventjes nog op bed. Maar ik ga even laten zien wat er gebeurt als ik wakker word, naar mijn kamer loop en de gordijnen open doe. Gewoon dat besefmoment vind ik zo bizar. Let op. Oké, eerst eventjes de gordijnen van mijn slaapkamer. Dan zie je daar dus de stallen. En dan komt er hier al een paard aan. Dit is toch geniaal. Dan loop ik van de slaapkamer mijn woonkamertje in. En hier heb je hetzelfde uitzicht als in mijn slaapkamer. Dat is echt helemaal. Kijk, deze heb ik van mijn moeder gekregen. Vet mooie foto met Jack, maar ik vind het fotolijstje ook helemaal te gek met het bedje. Nou jongens, dan gaan we door van de bank. Nu komt het mooiste moment. Woehoe! Dit is toch ongelooflijk gaaf. En ik heb al een paar keer iemand zien rijden. Bed. Paarden. Maar je blijft de hele tijd bedenken. Is dit echt? Is dit echt? Ik heb dus ook al water weer in mijn gezicht gegooid. Je blijft de hele tijd denken dat het een droom is. Omdat het gewoon zo ongeloofwaardig is als je je raam opent dat je een paardenbak ziet. Echt een meisjesdroom. Maar inmiddels heb ik mijn huisje helemaal afgemaakt. En ik ga vandaag de hele dag een video maken. Ik ga iets heel vets doen. We hebben hier namelijk een renbaan. Dus we gaan met George een stukje op de renbaan. Daar ga ik later nog een keer een hele video over maken. We gaan ook nog een keer een super toffe video maken met een staltour hier. En dan kunnen jullie de hele stal helemaal zien hoe het eruit ziet. Maar vandaag ga ik dus even beginnen met wat ik met een paar doe. Met Eve, met George. En hoe het nou is om op een stal te wonen. En vanavond ga ik ook eventjes filmen. Want heel veel van jullie vroegen in de vorige video. Waar is Matsy? Nou, Matsy die loopt altijd weg. Dus als hij hazen of konijnen ruikt, is hij pleiten. En hij is een paar keer in mijn, op een andere stal weggelopen. Is hij van Schorl naar Alkmaar gelopen. En dat is gewoon echt ontzettend ver over de weg. Over een hele enge grote weg met auto's. En hij liep steeds gewoon weg achter die konijnen en die hazen aan. Dat we op een gegeven moment deden we zo'n tracker om te kijken waar die was. En het werd gewoon heel gevaarlijk. Dus nu overdag speelt Matsy lekker met zijn vriendje Pepper. Dus dan is Matsy bij de oppas als ik bij de paarden ben. En als ik vrij ben, is Matsy gewoon lekker hier. Maar het is veel veiliger als hij bij zijn vriendje Pepper is. Omdat hij alleen maar gewoon zijn eigen ding doet. Hij peert hem gewoon. Alleen thuis zijn vindt hij niet leuk. Dus ik kan hem ook niet eventjes binnen laten als ik ga rijden. Want dan gaat hij heel hard blaffen. Want ja, Matsy alleen zijn vindt Mat helemaal niks. Maar nee, we gaan hem straks ophalen. En dan gaat Matsy voor het eerst het huisje zien. En ik ben dus heel benieuwd hoe Mats gaat reageren. Ik heb een heel leuk hoekje voor hem gemaakt. Dat laat ik straks ook zien. Met een mandje. En op de bank kan hij op allemaal plekjes liggen. Want Matsy mag natuurlijk gewoon op de bank. Nou, inmiddels staat alles. Deze lamp vind ik dus ongelooflijk lijp. Gewoon een paardenlamp. Dit hebben jullie allemaal gezien. Nou, die fotolijst hebben jullie gezien. Dit kleed hebben jullie nog niet gezien. Dat is nieuw. Dat had ik al gekocht, maar het was nog niet binnen. Dus dit is een beetje het woonkamertje. Kijk, zo zie je het goed. En dit kleed maakt het ook helemaal af, want het maakt het echt super gezellig. En deze kussentjes, die heb ik ook nieuw. Die hebben jullie ook nog niet gezien. Die gouden.
Nou, die met de pitje is echt vet. Die hebben jullie al gezien. Zo tof. En dan heb ik hier dus ook dit helemaal afgemaakt. Dit heb je ook nog niet gezien. Ja, dit staat er nu eventjes gewoon voor de fun, want mijn moeder was dit weekend. Gouden bordjes. En de fruitschaal heb ik in elkaar gezet. En het ding is echt helemaal niet stevig, want het dondert steeds om. Dus ik moet alles in evenwicht houden. Als ik hier een appel afhaal, moet ik hier een mandarijn afhalen. En sowieso is het heel gaaf om vanavond te filmen, want ik heb allemaal lichtjes opgehangen in het huisje. Dus het is echt mega, mega gezellig. Dus ik ga vanavond even laten zien hoe het is. Nou, nu op naar de paarden. Oké, ik heb opgezadeld en ik ga een hele groene, gave outfit aantrekken. Kijk, dit is de outfit van George geworden. Echt ontzettend cool. Oké, eerst even buiten rijden. Even de spieren losmaken, want op de renbaan gaan ze vaak wel harder. Maar let's go! En na de renbaan, in het midden met de paarden. Super cool. In het midden staan alle weilanden met de paarden. Maar daar zijn de huisjes. En dan druk je daar op een knop van het hek. En dan ga je er zo weer uit. Even kijken waar die knop zit, George. En dan kun je zo helemaal rond. Maar achter ons zit een merrie, dus je moet even opschieten. Kijk, en dan gaat het hek open en dan kun je er zo uit wandelen. Braaf, dit is toch mega. George, hebben we een mooie achtertuin. Ja. Zoals je zag is George aan het slapen. Ik praat een beetje zachtjes. Ik heb net even lekker Eve gepoetst. En ik ga zelf nu ook eventjes wat eten. En dan ga ik op Eve rijden. Zo'n gek idee dat ik gewoon even naar mijn huisje kan lopen om wat te eten dan weer terug. Wacht even. Het is ook... Ik blijf het een gek idee vinden dat ik gewoon nu even pauze heb van het rijden. Wat ga eten en gewoon zodra je wakker wordt denk je... Oh, ik wil naar de paarden, ik wil naar de paarden. En nu ben je aan het eten en denk je... Oh, zo naar de paarden. Yes! Even een lekker bakje mango gemaakt. Broodje salm. Even kijken. Nee, hier is niemand aan het rijden. Maar het is dus superleuk. Want als iemand aan het rijden is, je kunt ook heel veel leren als hele goede ruiter aan het rijden zijn. Want je kijkt en je leert er heel veel van. En ik zal even vertellen wie mijn buren zijn. 3 mensen uit Thailand. En eentje traint voor de Asian Games. In Azië natuurlijk. En haar zusje is Grand Prix ruiter en ze hebben samen 7 paarden. Hier hebben ze 7 paarden, superveel. Dan heb je nog een meisje uit Israël. Ik weet niet precies waar zij voor traint. Ik heb haar heel kort gesproken, ze is echt heel erg aardig. En dan nog iemand uit Japan, die is ook naar de Olympische Spelen geweest. En het is echt super grappig dat op dit kleine plekje gewoon allemaal mensen bezig zijn met de paarden. Gewoon, ja, je deelt gewoon de liefde voor paarden en dat is heel erg leuk. Hey Eve, goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Kijk, wij zeiden dus al, die stal voor Eve is zo groot. Er kan makkelijk een vuilnetje naast. Hallo. Ja, we gaan hem straks rijden. Een gekke tik van mij is dat ik altijd als ik de stal open doe, voel ik altijd even aan de benen. Of alles gewoon goed zit. Dat is een beetje gewoon, doe ik altijd een paar keer per dag. Gewoon het automatisme. Ivy. Hey. Oh, ik heb echt zin om te rijden straks met jou. En het uitzicht van Ivy is ook echt mega. Kijk uit op de vijver. Dan daar nog. En dan nog lekker het buiten lijkt met een afdak. Dat het niet te warm wordt. En altijd naar buiten kunnen kijken. En er komt nooit regen op je. Hier past wel 4 veulens naast. Kijk. Oh, Yves, we gaan echt een keer een veuletje maken met George. Hoe leuk zou dat zijn?
Hier leggen ze altijd het hooi al klaar voor de hele dag. Kijk, handig. Lekkere dikke stapels en dat verdelen ze dan 4 keer per dag, krijgen ze lekker veel hooi. En ze gaan ook op de wei. Die wei laat ik straks zien, die is ook heel mooi. Maar dit uitzicht, Yves, besef. En dan nog 4 keer per dag biks of muesli of zo. Lekker veel eten. Dat kan je wel zien. Hey. De les met Yves ging echt mega goed. Ik heb Yves nu lekker gedoucht. Ze staat lekker te eten, lekker hooi. En ik ga nu eventjes een stukje van mijn les aan jullie laten zien. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien was Yves super braaf en deze bak is echt heel groot. Echt 3 keer zo groot als we gewend zijn. Dus Yves moest in het begin een beetje wennen, want die vond elk hoekje dat ze echt dacht, wat is hier, wat is hier, wat is hier, wat hoor ik hier voor geluiden. Je hoort paardenvoeten, tractoren, alles hoor je achter de bak. Maar uiteindelijk was ze echt super braaf en daar was ik heel erg blij mee, want Yves kon nog wel eens een beetje zenuwachtig zijn, maar dat was ze helemaal niet. En Yves is ook iemand die gewoon, ja, dat is een paard die heel snel heel zenuwachtig wordt. Maar gelukkig staat ze ook hartstikke rustig in de stal. Dus daar ben ik ook echt super blij mee. Ik ga nu even douchen, want ik heb 2 paarden gereden, dus ik kan wel een douche gebruiken. En dan ga ik nog eventjes lekker grazen met George, want het is echt heel leuk voordat je 's avonds gaat eten. Dat je nog even lekker gaat grazen, dat de paarden 's avonds nog lekker eruit komen. En ik ga Yves even proberen in de paddock te zetten, want ze is nog nooit in de paddock geweest. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het hier vindt. Thuis kon ze altijd in de paddock en in de wei. Hier moet je natuurlijk weer even wennen aan een nieuwe omgeving. Yves kan nog een beetje wild worden. Dus Yves moet ik altijd lekker rustig laten wennen. Dus lekker douchen. En dan ga ik daarna Matsy ophalen. En ik ben zo benieuwd hoe Matsy het vindt. Ik heb er echt heel veel zin in. Het blijft echt zo ontzettend gek. Zometeen Matsy halen en... Oh, ik kan echt niet wachten tot hij hier is. Ik moet wel echt heel erg uitkijken, want ik zie heel veel hazen en konijnen. Maar ik denk dat ik gewoon een longeerlijn eventjes aan een stoelpoot bind of zo, dat hij hem niet kan smeren. Maar die gaat helemaal lijp worden hier. En het is dus echt heel grappig, want een beetje rond dit tijdstip, 7:30, staat George helemaal te wachten en te kijken tot hij wordt opgehaald. Want hij vindt het helemaal heerlijk. Hij kan echt zo hiervan genieten en ik vind het ook echt fantastisch. Heb je lekker gedoucht? Nog even lekker naar buiten. Oh, hij is zo mooi. Altijd die blije oortjes. Shiny! Gek hè dat het mijn huisje is. Ik vind het zo'n gek idee nog steeds. Dit is dus mega lekker. Zie je die zon? Die gaat zo helemaal onder. En dan s'avonds nog even lekker grazen. En dat is dus mijn huisje. Je hebt er 3 op een rij. En die linker, die is van mij. Lekker hè, George. En dan sta je s'avonds even gewoon heerlijk te grazen. Jongens, kijk eens wie ik bij me heb. Het is Matsy. Oké, Mats voor het eerst mijn huisje in. Ik ben zo benieuwd hoe Mats gaat reageren. Mats kwam met de auto uit, ze werd helemaal blij. Maar ik ben echt benieuwd. Mats vindt het helemaal grappig. Als ik hem nu loslaat, is hij sowieso alweer pleiten. Kijk of hij mij kan. Hij kan mij dus ruiken. Vet goed. Hier is het dus. Mats, hoe vind je het huisje? Hoe vind je het huisje? Kijk, ik heb hier ook nog een heel lekker mandje voor je. En die zetten we hier in de hoek. Ga eens hier, mandje. Oh, je gaat even op onderzoek uit. Kom eens hoog. Oh, lekker even pitjes snuffelen. Mats gaat op onderzoek uit. Maar goed, dan kan ik jullie even laten zien.
Mats gaat even onderzoek uit, maar dan kan ik jullie even laten zien hoe gezellig mijn huisje 's avonds is. Kijk hoe leuk die lamp staat. Ik vind die lamp echt mega. En dan heb ik zo'n hele leuke strip hierachter geplakt. Dus dan, als je van ver kijkt, ziet het er zo gezellig uit. Wat zit je te doen? Buiten begint het wel echt donker te worden. De paarden slapen lekker. Mats, kom eens. Goed zo, dit is een lekker plekje voor jou om te chillen. Hallo. Goed gekeurd? Denk het wel. Zo Mats, je loopt ook zo naar buiten. Dit is ook jouw achtertuin nu, hè? Ik ben dus benieuwd wat hij gaat doen. Hij gaat van binnen. Kijk hoe gezellig. Oh, die trekt gewoon de weiland in, hoor. Wie gaat? Bonjour. Ik dacht even, waar is Mats hier nou? Maar hij is dus in mijn bedje gegaan die ik voor hem gemaakt heb. Zo lief. Welterusten Mats, ga maar lekker slapen. Braaf. Be braaf. Matsie vond het super leuk op stal. We gaan nog veel meer filmen. Voor nu wil ik zeggen, iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb opnames voor Sepsport in het voetbalstadion van FC Volendam, super cool. Doe allemaal een duimpje omhoog als je een leuke video vond. Vergeet niet te abonneren en tot volgende week. Doei!